bemoedigd raken. Niet opgeven, maar verder leven. De woorden van enkele sprekers tijdens een persconferentie van het ministerie van Volksgezondheid in verband met de Wereld Sickle Cell Dag gisteren. Andressa Hunsel, drager van sikkelcelziekte, vertelde wat haar ervaringen zijn met deze aandoening. Sikkelcelziekte is voor mij iets dat heel dicht bij het hart ligt. Ik heb ongeveer 11 jaar geleden ontdekt dat ik mogelijk een kind zou krijgen met sikkelcelziekte. Hoe ga je daarmee om? Je wereld stort eigenlijk in elkaar. Het is eng. Je hebt er nooit van gehoord. Tijdens mijn zwangerschap kwam ik erachter dat ik drager ben. Nou, dan begint eigenlijk de reis. Support system, dat is iets dat voor mij heel belangrijk is. Ik heb daarom ook besloten, toen ik zelf, Obrego gaf het aan, de andere sprekers hebben het ook erover gehad, over acceptatie en uitdagingen. Het moment dat ik ready was om met deze ziekte om te gaan, heb ik besloten om mijn stem te laten horen en op een heel andere manier te connecten met de sickle cell community wereldwijd. Hunsel zegt dat ze tijdens het begin van de COVID-19-pandemie heeft gewerkt aan een boek over deze ziekte. Het boek is onder medisch toezicht van dokter Kevin van het Kruis en een psycholoog uit de Verenigde Staten van Amerika geschreven. Hunsel benadrukt de noodzaak van steun als je deze aandoening hebt. Een sikkelcelpatiënt, laten we even beginnen met de volwassenen. Je hebt een support system nodig. Je hebt een soort van board of directors nodig in je team. Want als je kinderen hebt bijvoorbeeld, als sikkelcelpatiënt, dan moet je weten wie neemt voor me over in het ziekenhuis terechtkom. Wie helpt mij om mijn huishouden te laten gaan? En aan de andere kant, als je ouder bent van een sikkelcelpatiënt, en dat heb ik zelf ook mogen ervaren, heb je ook een support system nodig die het even voor je overneemt, zeg maar. Want als ouder, en daar heeft Constantia het over gehad, je mental health. Je hebt af en toe ook even een moment nodig dat je zegt van, hey, you need a break. Hunsel merkt op dat er rust nodig is om te herstellen. Obrego Kortstam, die ook aan deze ziekte leidt, vertelde dat het niet makkelijk is om te leven met deze kwaal. Het is volgens hem bijzonder belangrijk dat mensen om je heen rekening houden en je ondersteunen.